Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Saam Vissing. Nou, ik heb lekker ontplofkapsel. We zijn gisteravond begonnen aan deze wedstrijd. En hebben vergeten een intro op te nemen, want we waren zo druk bezig met kampement op te bouwen. En zorgen dat de hengels er op tijd in lagen. Dat het was gewoon al te donker voor een nieuwe shot. Dus, ik ga jullie even laten zien zoals we nu opgesteld zijn. En ik kan alvast vertellen, we hebben vis gevangen en die gaan jullie zo direct zien. Samen met mijn vismaat Elko. Die is nu even een rondje aan het maken, dus die is nu niet op het kamp. Toch knip en plak. Daarom dus. Nou, naar een dubbelrun samen met mijn vismaat Elko. Onze eerste, zo'n 6,2 kilo. Nou, een mooie schub. Eerste van de nacht. En hopen op meer. Gaan we hem weer laten zwemmen en dan gaan we de vis van Elko erbij pakken en ook nog even een keertje wegen. Hey, zie jullie zo bij Elko. Hoppa. Nou, dit is de tweede vis van ons. Elko is de eerste, dus liepen gelijktijdig af. Ja, er zat dus, nog geen 20 seconden tussen, denk ik. Nee, dat liep lekker mooi. Ik stond klaar om bij Elko te scheppen en toen ging mijn hengel er vandoor. Deze is 6,4. Mooie schub. En die gaan we ook weer laten zwemmen. En hoop op meer vis vannacht. Terug. Nog een keer proberen. Ja, we kunnen het proberen. Nummer 3. Ja. Vannacht 1:30. Nou, 6,2 kilo. En hij gaat weer lekker zwemmen. Je mag op beeld. Ik kom bij het enorme karpen op zaalvissing erop. Dus. Zo. Nou, nummer 4. 5 uur elkaar ook weer beschadigingen. Dus ze zijn in ieder geval afgepaaid hier zo. Dat scheelt. En 7,1. 7,1 kilo. Dus ze worden al wat groter. Ze worden wat groter. Nou, we gaan hem weer laten zwemmen. Op voor de volgende. Ik ga jullie even rondleiden. Nou, leg wat spullen te drogen. Het zal wel weer slecht belicht worden zo met in de zon. Maar ja. Even eentjes. Mijn hengeltjes staan daar. Waarvan er eentje richting het eiland ligt, halverwege. De ander ligt hier onder de eigen kant. En we gaan daar bij die boom gaan we weer vissen. Daar heeft hij vannacht ook gelegen. Maar ja, we hebben hem verlegd. Maar we geen zin om hem uit te varen. Stek van de vismaat. Zijnopstelling. Hier ligt. Daar. Nou, dat heb al vis opgeleverd. En zijn andere hengel ligt. Daar, onder die boom. Mooie harde plaat. En daar was ook al visjes vanaf gekomen. Mooi stekje zo. Het is prachtig weer. Het blijft prachtig weer. Dus, dit gaat wel vis opleveren vandaag en vannacht. Dat heb ik immers ook al gedaan. Dus. Moet hij eruit komen? Mocht Fred... Ja, maar ja, Fred zit niet aan die kant. Fred zwemt hier. Nee, Fred zit hier in de water. Ja. Nee, Fred zwemt hier. Dus, Fred zwemt hier. Waarom? Ken je het verhaal van Fred? Ga ik het vertellen dadelijk. Nou, Robert is heel gauw. Nou, dat is dan de vijfde. Ja. Voor de wedstrijd. Dus. 5,2 kilo. 5,2 kilo. Als het goed is, staan we nu derde. Dus, dat gaat goed. En helaas hebben we hiervoor eentje moeten verspelen, want ja. Die zwom zichzelf vast. Maar ja, dat kan gebeuren. Ja, toch weer vis op de kant. Precies. Nou, goedemorgen. Mooie schub, net mijn bed uitgeriedeld daardoor. 6,4 kilo. Nou,
topvisie. Ilko heeft er ook nog 3. Daar gaan we zo even naar kijken. Ik weet er niks van, want ik lag lekker te maffen. Ja, die redt zichzelf ook wel. Ik hoef hem niet op hem te passen in ieder geval. Helemaal top. En we gaan hem laten zwemmen. We hebben hem net even behandeld, want hij bloedde een beetje. Dus gaat hij onder goede omstandigheden weer terug te water. Op voor de volgende. Nou, het eerste spiegeltje. Ik doe even lekker zo met het licht erop. Hoe laat kwam die, Ilko? Hoe laat? Die was rond 4 uur. 4 uur vannacht. Nou, dan had hij nog 2 andere schubs. Nou, die zijn al terug. Eentje van 5. 5,5 en even 4,5. Nou, helemaal mooi. Een beetje met licht spelen. 2 handen tegelijk aan het filmen, jongens. Allemaal voor jullie. Hey, deze gaat weer laten zwemmen. En hopen dat we nog een paar kleintjes, nog wat visjes op de kant zetten. Tot straks. Nou. Ik moest even in de lens kijken of er geen vocht in zat. Goed, vannacht 4 vissen. Ilko had er 3. Ik heb er uiteindelijk nog 1 gevangen. Ja, die hebben jullie in de tussentijd in ieder geval gezien. We hebben nog een uurtje. We hopen dat hij nog even afgaat. Want we hebben al vernomen dat het nek aan nek is. Voor welke plek weten we nog niet. Maar het is in ieder geval nek aan nek tussen twee koppels voor een plek. Dus hopelijk hebben we nog even een visje erbij. Kunnen we dat zeker stellen. En anders gaan we zo direct afbreken. En richting een prijsuitreiking. Nou, je ziet toch zo direct weer. Nummer 5. Bijna op de auto. Stek 8. 30,3 kilo. Dat is 1 mm. 2 bommen. Voor aan Mouden. Stek 4. Of 4e plek. Stek 7. Jimmy? Oh ja, jij. Stek 4. Prijs 4. Derde prijs, stek nummer 6. We hebben thee. 52 kilo. Nou op span. Nee hoor. Dat is heel de lang daar hoor. Wie het de eerste is? 5. De eerste prijs. 200. Is het mee? Moet ik wel terug, want dan moet je naam in gegrafeerd worden. Jongens, hartstikke goed. Tweede prijs. Je hebt de tweede prijs. Stek 11. Kijk eens. Timo, ik moet even een beker halen. En stek 11 had 52,8 kilo. Dat scheelt echt helemaal geen ruk, hé. 800ste. Dat is echt bijna niks. Nee, dat was heel weinig, ja. Daarom zei ik. Ja, als je hier een visie van, dan ben je safe. Ja, met de derde plek, hè? Ja, dat begreep ik. Jongens, hier zie je de bonnen in. Kun je ook samen uitwisselen. We vechten het uit, Dus van Stef en van Rentenaar. Okay. Helemaal top. Ja.
prima. Twee bekertjes. Nou, geweldig. Nou. En volgende. Zo, nou, we zijn weer thuis. Alles is weer opgeruimd. En we zijn uiteindelijk tweede geworden. Dus niks om te klagen, al niet verwacht. En nou, toch een mooie meevaller. Nou, misschien een tweede prijs. En een envelop met waardebonnen om te besteden bij onze sponsoren. Die de wedstrijd mede hebben mogelijk gemaakt weer. Dus ook voor onze sponsoren bij deze voorbaat dank. En doe even een duimpje omhoog. Dat waarderen we echt. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer bij Saam Fishing.